Ja, dank u wel. Ik open de vergadering van de Tijdelijke Parlementaire Onderzoekscommissie ICT voor alweer onze vijfde dag met hoorzittingen. Heet van harte welkom de heer Mentzonides. U zult voornamelijk worden ondervraagd door mevrouw Bruinslot en de heer Van Menen, maar de andere leden van de commissie, mevrouw Fokke, de heer Ulebelt en ik, die luisteren en af en toe dan zullen wij denk ik ook wel wat kunnen vragen. U bent, van alles nog wat geweest, maar van 96 tot 2011 was u bij Logica directeur public sector. Wat doet zo iemand? Ja, ik, nou het is 2004 tot 2009 was ik directeur public sector van de Raad van Bestuur van Nederland. En daarna heb ik ook nog binnen die board andere functies gedaan. Wat dat inhoudt in die periode is dat ik profetonos verantwoordelijk was voor wat de was overheid. Winst verantwoordelijk voor. Ja, we nog willen even het een beetje wennen. Ja. Begrijpen, dus we gaan het in het Nederlands doen. Je bent verantwoordelijk voor het eindresultaat van wat de divisie toen de tijd deed aan projecten en opdrachten, specifiek gericht op de overheid. En dat betrof dat er zo'n, in mijn hoogtepunt was 12 tot 1500 mensen werkten in mijn divisie. En dat deden we systeemontwikkeling, maar ook advies, implementatie, onderhoud voor alle projecten binnen de overheid, alle ministeries, gemeentes, waterschappen, et cetera. Maar ging u dan zelf ook bij ministers of topambtenaren? Hoe werkt dat? Ja, hoe het werkt is dat ik natuurlijk een aantal directeuren heb en die zijn verantwoordelijk voor onderdelen daarvan. Projectbureau die daar projecten verrichten. En ik zelf was daar meer degene die dan bestuurlijk overheen moest sturen en de contacten met de overheid had op het, zoals het heet, het hogere echelon. Ik heb nog één vraag, joh. Dan gaan we naar het echte verhoor. Maar ik probeer altijd een paar introducerende vragen te stellen. In NRC Handelsblad van 29 mei 2010... Hè, dan zit al een beetje de klad in die handel van u. Ja, dat was zo jammer. Dat kun je wel zeggen. Daar beklaagt u zich over het feit dat die winstmarges zijn gedaald naar zo'n 5%. Maar daar zegt u letterlijk, die zijn gedaald van 30 tot 40% naar hooguit 5%. Ik lees dat toch goed, hè? Dat er dus in de jaren daarvoor 30 tot 40% winst werd gemaakt door nou, bedrijven. Ik kan me die uitspraak niet zo letterlijk herinneren als u dat nu voorleest. Ik citeer hem nu. Staat gewoon in de krant. 29 mei 2010. Dan zal het waar zijn. De winstmarges zijn gedaald van 30 tot 40% naar hooguit 5%, zegt Mentzonides. wat er gebeurd is in die margekant is dat in de hoogtepunten van ICT, dat was met name voor en rond het jaar 2000, de markt heel erg gedomineerd werd door schaarste aan kennis. En die kennis werd vertegenwoordigd in mensen die ingehuurd werden. En op die inhuurcontracten werden soms dergelijke percentages gehaald. Maar 30-40% was echt een uitzondering. Toen het meer commodity was, meer projectgerichte business en meer afrekenbaar, is dat er gewoon een normale bedrijfstak geworden, waarin uiteindelijk toen ook normale tarieven zijn gevraagd. Maar ik mag toch aannemen dat u wist wat u zei toen u tegen een gerespecteerde krant als NRC Handelsblad zei, het was zo'n 30-40% en we zitten nu op 5. En dat is naar voor onze branche en voor ons bedrijf. Nou, niet naar. Het is een commodity geworden in plaats van een specialty. Maar het was dus wel 30-40%. Ooit waren dat dit soort type marges, ja. Ja. Ooit, maar niet één kwartaal. Dat moet jarenlang het geval zijn. Ja, dat was in de tijd dat ook de ICT-bedrijven met de aandelen gigantisch omhoog gingen. Ja. Omdat u net zei dat het niet die percentages waren, maar dat was dus wel zo. Ja, was wel zo. Op time material business in de tijd dat het ongelooflijk tekort was aan ICT-personeel. Oké. Okay. Maar de heer Van Menen. De heer Mentzonides, vanaf wanneer? Nee. Wat waren precies uw rollen en taken bij Logica? Mijn rol was eindverantwoordelijk voor de projecten en de opdrachten die we binnen de overheid deden. Dat betekent dus dat je de financiën in de gaten moet houden, dat je verantwoording moet afleggen aan de CEO over de resultaten. Maar ook dat je HR-beleid doet, dat je mensen moet aannemen, dat je werving doet, dat je marketing doet. Dus je vertegenwoordigt je bedrijf eigenlijk op alle vlakken, het financiële vlak, maar ook het vlak naar buiten toe. En ook de klantcontacten, zoals ik net al zei. En vanaf wanneer was Logica ingehuurd door UWV en...
Wij hebben 2006 de mantel gewonnen voor ICT-bestedingen. En dat was toen de eerste keer dat wij bij het UWV fundamenteel aan de slag zouden kunnen gaan. Ja, en dat leidde niet direct tot werk, hè? Zo gaat dat met mantelcontracten soms? Nee, wij waren ingehuurd via die mantel voor nieuwe projecten. En dat moest ook volgens een bepaalde manier gaan, een bepaalde architectuur die daarvoor nog niet gehanteerd was. En die nieuwe projecten die lagen niet voor het opscheppen. Dus toen wij binnenkwamen, gebeurde er aanvankelijk niks. Maar kunt u iets preciezer zijn in waarvoor u precies was ingehuurd? Waarom was u bij de mantel? Nou, misschien kan ik even vertellen over hoe die mantel in elkaar zat. Dat is niet altijd misschien even duidelijk. Een mantel zegt eigenlijk niks anders dan dat jij de eerste bent aan wie gevraagd wordt om een opdracht te doen. Maar het schept niet tot een verplichting dienst. Wij hebben ons daar toen gekwalificeerd met functies. Dus we moesten aantoonbaar maken dat we een aantal typen kennis in huis hadden. Functies, projectmanagement, programmamanagement, ontwerp, kennis, etc. Daar moesten we vervolgens een tarivering bij zetten van wat kost zo iemand nou. Senior is duurder dan een junior. En wat zijn dan die prijzen? Die worden dan vergeleken ongetwijfeld. En vervolgens was er voor een bepaald onderdeel, de Java-programmering, bepaalde taal als dat, was er een functiepuntanalyse. En dat is een andere manier van prijsbepaling dan puur uurtje, factuurtje richting. Dat waren eigenlijk de belangrijkste punten waarop je je kon kwalificeren. Los van een aantal, zoals dat standaard gaat met dit soort aanbestedingen, allerlei juridische en risicobeperkende maatregelen waar je aan moet voldoen. Die soms onzinnig zijn trouwens. Pardon? Die soms onzinnig zijn. Er is standaard de vraag in dat soort contracten, bijvoorbeeld voor onbeperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat als je werk verricht wat op een gegeven moment een bepaalde schade veroorzaakt, dat je ongelimiteerd aansprakelijk gesteld kan worden als leverancier voor de gevolgschade van iets. En dat kan in de miljarden belopen. En dat kan geen enkel bedrijf financieren of te woord in staan. Dus altijd krijg je daar dan een discussie over in dat juridische deel van dit soort opdrachten. Van jongens, kunnen we dat niet beperken? Want we kunnen als bedrijf, geen enkel bedrijf kan dat, dit soort risico's dragen. En hoe is dat afgelopen? Heeft u uiteindelijk, want u heeft wel getekend. Ik weet dat niet in detail hoe dat afgelopen is, maar dat wordt meestal, een mantel is de brede vraag van, nou, is een bedrijf solvabel, is een bedrijf capabel, hebben we een lokale footprint hier, kunnen we dat, zijn de tarieven normaal? Nou, dat is een beetje een standaard verhaal. En daarna hebben we dus nog geen enkele opdracht. Vervolgens komen er deelopdrachten die daadwerkelijk leiden tot werk. En vaak is het zo dat in die algemene voorwaarden tot overeenstemming wordt gekomen en in een deelopdracht wordt dan gezegd van oké, maar voor dit traject gaan we het op deze manier invullen en gaan we op zo'n manier het risico beheersen. Ook de aansprakelijkheid, zeg maar. Ook de aansprakelijkheid, ja. Als een onderdeel van het grotere geheel, zeg maar. Ja. En vanaf wanneer kreeg u daadwerkelijk opdrachten? En welke dat opdrachten waren dat? Dat weet ik niet meer zo direct, maar ik denk dat dat zeker een half jaar tot drie kwart jaar geduurd heeft voordat er iets kwam. Ik begrijp dat wij natuurlijk... Dus dat is dan, ik stuur mijn mensen dan natuurlijk naar die organisatie toe om zoveel mogelijk kennis te maken en kijken van nou oké, wat gaan we doen? Nou, in eerste instantie was het UWV nog heel erg geënt op de oude leveranciers en die waren ingeschakeld voor de lopende opdrachten. Dus we waren niet direct nou van oké, daar komt een nieuwe leverancier aan en die krijgt opdrachten. Maar de eerste klus die we kregen was bij mijn weten het VIA als gelijk een enorme uitdaging, dus van 0 naar 100 in 10 seconden. Om daaraan te beginnen. En dat is na... Voor de kijkers thuis, zal ik maar zeggen, van 0 naar 100. Bedoelt u nou, dat van 1000 naar 100.000 gebruikers? Ja, dat je normaal gesproken kun je verwachten dat je opdrachten krijgt van 500.000 of 750.000 of 1 miljoen. Het VIA lag duidelijk in een potentieel veel hogere categorie natuurlijk. Dat heeft in totaal, dat weet u beter dan ik, denk ik. Ja, daar komen we ongetwijfeld nog wel even op. Dat verwacht ik al. En hoe verhoudt dat VIA-project zich tot werk.nl? Ik zie het VIA als een uitvoeringstraject voor het traditionele, tussen aanhalingstekens, UWV. En om het UWV-proces te ondersteunen, met als tweeledig doel om de dienstverlening naar de klant te verbeteren, maar ook om uiteindelijk een optimalisering van de eigen workforce te bewerkstelligen. Het werk.nl kwam veel meer als een project wat al bestond, wat al eerder gemaakt was door onze voorgangers vanuit het CWI. En daar wat het op voortbeduurd dat uiteindelijk een systeem was wat verbeterd zou moeten worden, ook weer ten gunste van de klant. Dus dat waren twee wel gescheiden trajecten. Ja, ga je gang.
Toen u eindelijk aan de slag mocht, wat troffen u en uw mensen aan bij UWV en CWI? Ja, in eerste plaats toch ook wel weerstand. Je bent niet gewend met elkaar te werken. Dat is ook nog wel een nadeel van nieuwe partijen. Het duurt toch een tijd voordat je uiteindelijk geïntegreerd bent in een complexe organisatie. Het UWV bestond natuurlijk nog niet zo lang als UWV. En ik denk dat daar vaak voorbij aan gegaan wordt met dit soort trajecten. Er wordt veel gekeken naar techniek en daar is van alles over te zeggen. Maar een organisatie moet ook een bepaald soort eenheid zijn. En het UWV was nog zoekende naar die eenheidsstructuur. Die waren natuurlijk net gereorganiseerd van 5, 6 uitvoeringsorganisaties in deze nieuwe organisatie. Dus mensen zelf wisten ook nog niet exact wat hun rol was overal en wat hun taak was en wat hun functie was. Dus toen wij aan de slag moesten met onze trajecten daar, heb je informatie nodig van de mensen die zeggen van oké, zo zit het. En dat is degene wat er gebeuren moet. En vervolgens aan ons de taak om daar technisch vorm aan te geven. Nou, in die communicatie, daar was dat nog een uitdaging in. U kwam dus in een organisatie terecht die zelf ook nog niet goed zicht had op wie gaat nou eigenlijk waar over. Exact, ja. Maar u zei aan het begin van uw antwoord ook dat er sprake was van weerstand. Weerstand ten opzichte van uw komst. Wat was de oorzaak van die weerstand? Ik denk gewenning. Je bent gewend aan je oude leverancier. Je kent de mensen, je weet wat je aan elkaar hebt. Als je al jaren met elkaar samenwerkt, voor- en tegenspoed. Dat is niet iets bijzonders voor het UWV. Het is gewoon bijzonder voor als je weer met elkaar aan de slag gaat in een nieuwe constellatie. Kan heel prettig zijn, maar soms is het dan ook een uitdaging. Betekent dat dan ook dat eigenlijk het UWV niet echt blij was dat u het mantelcontract had? Nou, het ligt iets genuanceerder. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. In de organisatie van het UWV had je een centrale ICT-organisatie die opgericht wordt. Dat heette de concerndirectie. Daar hadden wij eigenlijk die mantel mee onderhandeld en in die end uiteindelijk gewonnen. Die concerndirectie is opgericht om uiteindelijk een soort gemeenschappelijke noemer over de lokale ICT te gaan leggen. Over de divisies, de oorspronkelijke ICT. En dat heeft natuurlijk moverende redenen, omdat je dan veel efficiënter inkoop kunt doen. De systemen op elkaar kunt aanpassen, de methodes en technieken gelijkwaardig kunt maken. Zodat je in die end veel efficiënter kunt gaan werken. Maar dat wil nog niet zeggen dat als de concerndirectie partijen kiest die daar die eenheid ondersteunen, dat dan ook in de praktijk door die mensen gewaardeerd wordt. Want ze zeggen van, nou, jouw systeemontwikkelmethode die moet nu even weg en er komt een andere voor terug. En by the way, die gaat ondersteund worden door Logica. Ja, dat is dan even wennen geblazen. Dus je zit ook in een veranderingstraject als ICT-bedrijf. En daarin komt die organisatie binnen. U zegt, mensen waren nog zoekende. Wat was uw oordeel over de ICT-kennis toen de tijd bij UWV? Ja, ICT-kennis. Ik denk dat dat heel verspreid is geweest. Er zitten, zoals in elke organisatie, hele goede mensen bij met heel veel kennis en deskundigheid, maar ook andersom. En als je het wat generalistischer bekijkt, wij waren verantwoordelijk voor het maken van het systeem. En daarvoor heb je een input nodig en dat heet het functioneel ontwerp. Daarin staat feiten wat wij moeten doen. Die functionele ontwerpen waren met name, dat was gewoon afgesproken ook bij de mantel, die werden gemaakt door het UWV zelf. Die bepaalde de inhoud en de kenniskant van wat wij moesten gaan bouwen. En daar verwacht je dan dat er veel mensen in aan meewerken die vanuit UWV daar al 10, 15 jaar werken, die hele kennis hebben, et cetera. Maar de verbazing is toch wel dat daar vooral mensen werkten die ook weer ingehuurd waren, maar dan als zelfstandigen. En dat waren er niet 2 of 3, dat waren er zo 100. En dat betekende dus dat als je als bedrijf denkt met de klant te maken te hebben en daarop gebaseerd de kennis krijgt, dat je eigenlijk ook met, tussen aanhalingstekens, gewoon een extern te maken hebt die naar eer en geweten natuurlijk zijn best doet, maar niet de echte kennis hebt die je hoopt dat je zou krijgen. En dat leidt tot misverstand. En UWV die had dus meer dan 100, zegt u zelf, mensen extern gewoon in dienst. Hoeveel mensen waren naar uw indruk dan nog echt rechtstreeks in dienst bij het UWV toen de tijd? Nou, die getallen ken ik niet, maar het was een veel lager percentage, kreeg ik het idee. Dus op 1 of 2 handen te tellen? Ja. Ja, ik zeg niet, ik ken die percentage niet hoor, maar ik weet wel zeker hoeveel subcontracten. Want wij worden ook vaak aangesproken in allerlei omstandigheden op van ja, waar ligt jouw eigen verantwoordelijkheid nu als leverancier? En in dit geval, voor die 100 mensen, hadden wij daar in het begin vraagtekens bij, maar naar de hand ook veel last van.
En, kunt u daar iets meer over toelichten? Wat het gevolg inderdaad voor u als leverancier was? Ja, het gevolg was dat die mensen die op die manier ingehuurd zijn, er geen baat bij hebben om het zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk af te ronden, hun klus. Want hoe sneller ze afgerond klus, hoe minder inkomsten ze krijgen. Voor grote ICT-bedrijven zoals Logica is dat andersom. Hoe sneller en efficiënter wij klaar zijn, hoe grotere kans we hebben op vervolgopdrachten en succes niet alleen met UWV, maar ook buiten de UWV, omdat we het goed doen. Dus dat is een frictie waar je mee te maken hebt. En als dat niet aangestuurd wordt door één organisatie die optimalisatie nastreeft, dan krijg je gedoe. Dus ik ben zelf nog naar de Raad van Bestuur gegaan, toen de tijd van het UWV, om dit te bespreken. Dat werd ook direct herkend overigens. Maar ook om te zeggen van nou, geef mij alle 100 contracten maar een Logica. En dan ga ik zelf managen hoe efficiënt die mensen ingezet worden. En welke mensen misschien helemaal niet nodig zijn. Er zaten ongetwijfeld ook hele goede tussen. Maar ook mensen van zeggen van nou, kom op. En geef ons dat probleem maar, die uitdaging. En dan gaan wij dat voor jullie optimaliseren, zodat dat uiteindelijk tot een beter product leidt. Nou, dat was wel... werd positief ontvangen, maar in de praktijk bleek dat zo lastig dat dat niet uitgevoerd is. Waarom was dat in de praktijk zo lastig? Ja, dat kan ik niet helemaal inschatten, dus ik moet een beetje interpreteren. Maar ik kan me voorstellen dat als je op allerlei logische manieren met allerlei verschillende mensen contract hebt afgesloten, dat het juridisch gezien misschien wel lastig is om dat in één keer over te hevelen naar een partij. Het is natuurlijk niet, misschien verschilden die contracten ook wel per persoon, dat kan lastig zijn. Maar dan zat de juridische weg dicht? Ja. Maar u zegt wel dat de Raad van Bestuur van het UWV toen erkende dat ZZP'ers eigen belangen hadden om lang aan het werk te blijven. Ja. Wat hebben ze dan feitelijk verder nog gedaan, de Raad van Bestuur, om daar in te sturen? Want juridisch kan je iets doen, maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om een organisatie aan te sturen. Ja, ik denk dat... Heeft u iets van gemerkt? Nou, er zijn twee. Je hebt die concerndirectie, waar wij met name mee te maken kregen, die dus de uniformiteit wilde nastreven, met name betrokken was bij grote projecten. En je had natuurlijk die individuele afdelingen die nog steeds met mensen bezig waren, met ingehuurde mensen bezig waren. En dat leidde soms ook wel tot rare situaties, dat ingehuurde mensen ook weer bedrijfjes hadden die zelf hun eigen mensen weer inhuurden, et cetera. Dus oké. Maar die twee lijnen van besluitvorming, die waren ook in de Raad van Bestuur los van elkaar georganiseerd. Dus die ICT-concerndirectie waar ik dan met name mee te maken had, die rapporteerde rechtstreeks aan één iemand van de Raad van Bestuur, David Jonge. Maar die divisies, die met name die subcontractors hadden en dat soort, die rapporteerden aan, ik geloof mevrouw Fokkema, een dame die daar in de Raad van Bestuur zat. Dus dat kwam dus ook niet eerder bij elkaar in een overeenstemming. Dus die lijnen, als er een probleem was, dan kwam dat bij de Raad van Bestuur pas eigenlijk bij elkaar. En dat is natuurlijk toch een onhandige manier van werken voor het ICT-stuk. Dus uw aanspreekpunt was niet alleen de heer Jonge over de concerndirectie, maar ook de andere bestuurder als het ging om de ingehuurde ZZP'ers die ook weer hun eigen bedrijfjes inhuurden? Nee, mijn aanspreekpunt was David Jonge, punt. Maar mijn omgeving waar ik mee te maken had, betrof ook die andere omgeving en daar had ik eigenlijk niet direct toegang toe. Nee. U er wel tussendoor? Ja, u zegt dat ZZP'ers bij het UWV eigenlijk de opdrachtrol vervulden. Maar waren dat echte ZZP'ers of waren dat ook consultants van andere ICT-bedrijven? Van alles, maar dat waren toch met name voornamelijk echte ZZP'ers. Ja. Waren daar ook mensen van Logica bij? Nee. Want dat zijn geen ZZP'ers. ZZP'ers zijn gewoon mensen die puur individueel zich verhuren op basis van hun kennis. En dat soms jarenlang een rol kunnen vervullen in een organisatie. En vaak ook heel goed. Het is natuurlijk heel prettig om dat soort kennis te hebben. Maar dat kan ook tegen je werken. Nee, maar u zei net, het waren zowel ZZP'ers als consultants van andere ICT-leveranciers. Nee. Wat ik het probleem, of de aandachtspunt dat ik uitnodig, is zijn met name individueel ingezette mensen die zichzelf suboptimaliseerden, maar die dan ook aan de klant van de klant hielpen om de specificaties te beoordelen. Dat waren niet andere, dat was niet Capgemini of Ordino of zo. Die werkte in project. Ik had nog even een vraagje tussendoor voordat we teruggaan naar mevrouw Buijslot. Hoe beoordeelde u dat, zelf in een bedrijf werkend, dat er twee
kapiteins op één schip zaten bij dat UWV, voor zover het uw probleem betrof, met die 100 ZZP'ers die ertussen zaten en die u eigenlijk wilde overnemen om dat probleem te elimineren. Nou, wat je doet is natuurlijk, je pas je aan op de klant. Kijk, wij zijn niet in staat om, of ook niet... Nee, maar ik vraag u wat u ervan vond destijds. Ik neem aan dat u dan terugkwam en zei, ze zijn niet lekker daar, ze hebben het niet goed georganiseerd. Nee, zo gaat het niet. Wij gaan een organisatie in en we treffen een organisatie aan en dat is het startpunt. Dat is niet iets wat je moet beoordelen, vind ik zelf. Ik ben ook nog organisatieadviseur geweest en de grootste fout die je kunt maken is daar zelf wat van te vinden. Nee, het is zoals het is, het heeft een historische achtergrond en je gaat dat proberen in te passen in het werk wat je moet doen. En dat is wat wij geprobeerd hebben. Dus wij hebben überhaupt de relatie met de Raad van Bestuur opgepakt, want die was oorspronkelijk niet. En dat is heel erg goed gegaan voor wat betreft het concerndeel. Maar die andere deel van de Raad van Bestuur, dat hebben we eigenlijk geen contact meer weten te krijgen. En daar hebben we de problematiek niet goed mee kunnen bespreken. Maar dan ga je een laagje lager. Maar ik kan me toch voorstellen dat je zou zeggen, en daar hou ik over op hoor. Maar dat je zegt aan leverancierskant tegen dat ene aanspreekpunt in de Raad van Bestuur. Joh, luister eens, als we het echt willen oplossen, dan moeten we toch ook met die andere eens een keer stevig in contact komen. En er zijn natuurlijk ook wel. Maar dat is dus niet gebeurd. Nou ja, er zijn wel. Ik kan dat niet helemaal beoordelen hoeverre dat daadwerkelijk gebeurd is. Maar die advies hebben we gegeven. En David Jonger was een uitermate capabele bestuurder in mijn oogpunt. En die heeft dat ongetwijfeld, heeft hij daar ook met zijn collega's over gehad. Maar wij hadden daar geen rechtstreeks toegang toe. En wij konden daar niet rechtstreeks een afspraak maken en daarna de organisatie ingaan en zo gaan. Dus het probleem bleef dat u niet op het niveau van bestuur uw deel kon oplossen voor zover het de praktische werkwijze betrof. Ja, klopt. Mevrouw Waarschot. U heeft al toegelicht over de problematiek met de ZZP'ers, de twee lijnen naar de Raad van Bestuur toe. U had natuurlijk ook met een projectleider nog te maken. Hoe was kwalitatief de projectleider op UWV? Ja, het UWV heeft in iets bredere zin de regiefunctie bij zich gehouden. En op zich is dat niet verkeerd, maar dan moet je wel heel erg goed zo'n complex traject aan weten te sturen. En dat is niet gelukt. En dat betekent in de regiefunctie, bedoelt u dat Logica of UWV zowel met u moest afstemmen als met IBM als ging om de aansturing? Ja. Precies. Het UWV verklaarde zich daarmee, en zeker met werk.nl, verantwoordelijk voor het eindresultaat. En gebruikte de partijen daarvoor om onderdelen uit te laten voeren. Maar legde niet die verantwoordelijkheid bij een van die partijen as such. Wat natuurlijk toch een manier is om de zaak beter onder controle te krijgen. En daarmee zat er dus geen scherpe sturing op het traject? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Als we kijken ook naar... Even één zin. In beleefde termen zegt u, die projectleider was te zwak. Ja, ik wil niet op de persoon spelen. Ik ook niet, maar wel over het feit dat als een project mislukt, dat we achteraf oorzaken moeten zien en kijken waarom het zoveel geld heeft gekost. Maar dat ligt niet aan. Ik ken de persoon niet voldoende daarvoor om te zeggen dat is één iemand die dat niet goed doet. Ik denk dat iemand in een constellatie het lastig krijgt. Laat ik het dan neutraler formuleren. De projectleiding was te zwak. Voor dit project wel, ja. U bent op stap gestuurd met een opdracht. We hebben eerder gezien dat de aanvankelijke opdracht nog wel eens wilde wijzigen. Hoe was dat bij u als het gaat om werk.nl? Ja, werk.nl, daar zijn heel veel verschillende termen in omloop. En daar heb ik in het begin in de aanloop van deze sessie ook nog discussies over gehad. Wij noemden de WIA ook werk.nl en we hadden al een werk.nl voordat wij er waren en een werk.nl nadat wij er waren. Dus er is nogal een confuus gebeuren. Als je het over het traject kijkt naar het werk.nl waar wij daadwerkelijk verantwoordelijk voor waren en wat we in 2010 denk ik hebben opgeleverd. Daar was het eigenlijk het fenomeen dat we mee te maken kregen, is dat de specificaties toch steeds onduidelijk waren en verbeterd moesten worden gedurende het traject, waar je hoopt dat dat veel strakker gemanaged wordt van wat nou uiteindelijk opgeleverd moet worden. En dat is een beetje op mijn konto dat ik nu zeg dat er releases plaatsvinden. En ik heb begrepen dat het huidige release schema betekent dat je aanpassingen maakt op je bestaande software. Omdat de wet wijzigt. Nou, dan moet je dat veranderen. Maar ook omdat de wensen misschien wijzigen. En dat is natuurlijk iets wat je zelf onder controle hebt. En als ik dan nu hoor, maar ik zeg net, ik weet dat niet helemaal gebaseerd op feiten, maar dat er elke maand releases plaatsvinden,
al die tijd al lang, dan kan je afvragen hoe stabiel nou de kennis is van jongens, wat moet dat systeem nou eigenlijk doen? Als je dat met je auto thuis zou doen, dan zou je geen dag kunnen rijden langzamerhand. En als u zelf de vraag die u nu opwerpt zou beantwoorden, hoe stabiel is het dan als je jaar op jaar, maand op maand, elke keer nou, een release niet. Moet uitbrengen? Ik denk dus dat het niet duidelijk is geweest, of nog steeds niet 100% wat het systeem moet doen. Dat gezegd hebbende, is het even de vraag of dat het uitgangspunt is. Je kunt ook een ander uitgangspunt neerzetten, zeg van iets ontwikkelt zich. Je begint gewoon met een bepaalde basis en je neemt als uitgangspunt aan dat dat niet klaar is, maar dat je daar continu werkzaamheden aan hebt. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan is zo'n systeem continu in ontwikkeling. En dat heeft soms repercussies dat er dingen misschien ineens niet goed gaan of iets in die trant, maar dat is dan onderdeel daarvan. Maar op de hoofdlijn is het natuurlijk wel duidelijk wat het moet doen. Het moet 1 beschikbaar zijn, ja, voortdurend. En het moet 2 mensen koppelen aan voor hen zinvolle vacatures. Dat is eigenlijk de essentie van werkpunten. Ja, dat begreep u destijds ook wel, neem ik aan. Ja, dat herken ik. Maar toch is dat eigenlijk nooit gelukt. U kunt het vandaag in de krant lezen, maar destijds ook al waren er allerlei, zoals dat zo netjes heet, stabiliteits- en prestatieproblemen. Mijn vraag is in hoeverre u betrokken was bij die stabiliteits- en prestatieproblemen. Nou, dat staat me niet, dat specifieke stuk staat me niet zo direct bij. Ik weet wel hoe het ontstaan is dat het gebouwd is en geherbouwd is. Hoe dat gegaan is. Die stabiliteitsproblemen zijn natuurlijk, vinden pas plaats op het moment dat het opgeleverd wordt. Dat was een beetje tegen het eind van mijn regeerperiode, zat dat. Deden toen pas in uw ogen de stabiliteitsproblemen zich voor? Wij hebben toch uit ons onderzoek blijkt dat ook bekend, 2006... Mij is niet 2000... bekend dat het systeem niet functioneert. Het systeem, die software die opgeleverd is, beperk ik me even tot het eigen stukje vanuit Logica. De software die toen de tijd opgeleverd is, die is geaudit, die is getest en ook van door buitenstaanders en goed bevonden. Voor wat het toen waard was. Nou, dat wordt vervolgens... Toen is? 2009, 2010... bij de oplevering, zeg maar. Dat is allemaal getest en gedaan. En niet alleen door ons. Dus op dat moment kun je zeggen van de software, en dat is ons stuk, is klaar, geaccepteerd, doet wat het had moeten doen, wat gevraagd is dat het had moeten doen. En dat is klaar, dat is goed. Maar zo simpel is het niet, want daarna moet het natuurlijk in combinatie met de infrastructuur en andere platforms ingecorporeerd worden in de systeemarchitectuur. En dan moet het werkend gemaakt worden. En dan kan ik heel zwart-wit zeggen, dat was niet onze verantwoordelijkheid. Maar in die end moet het systeem wel werkend gemaakt worden. Maar wiens verantwoordelijkheid was dat dan? UWV. Dat is die regiefunctie die met name bij het UWV zelf gebleven is. En dat is denk ik niet slim. Dat zou ook nooit onze voorkeur hebben gehad. Maar goed, dat is een keuze van de klant. U zegt eigenlijk, alles wat wij gemaakt hadden, dat was gewoon oké. Dus dat droeg verder niet. Dus daar hoefde niet gezocht te worden naar... Je hebt natuurlijk twee punten. De software die we hebben opgeleverd is goed, maar het is niet alleen een softwareprobleem. Het is een organisatieprobleem. Dus je moet uiteindelijk, ik vind dat een opdrachtgever output gestuurd moet werken. Dus die moet je afrekenen op het uiteindelijke resultaat waar u ook op doelt. Van ja, maar het resultaat is misschien niet wat we verwachten. En dat is waar je op moet gaan sturen. Wat heel vaak gedaan wordt, is dat ook gestuurd wordt op hoe je het moet doen. Het moet volgens bepaalde methodes, volgens bepaalde technieken, bepaalde architectuur, et cetera. En dat wordt allemaal opgedrongen door de opdrachtgever aan de leverancier. Die kan geen nee zeggen. En dan gaan we naar eer en geweten gaan we dat doen. En als we dan vervolgens aan al die dingen beantwoord hebben en daar een veetje bij hebben staan, ja, dan is onze verantwoordelijkheid daarmee afgelopen. Wat nog niet wil zeggen dat het resultaat goed is. Nou, hebben we hier ook de heer Klaus gehad, hier van de kant van... zeg maar werk.nl betrokken was, die juist zegt dat er heel veel macht bij de leveranciers zat. Dat eigenlijk UWV als een soort, om de vergelijking maar alvast te trekken, de kippen waren waar de vos op paste. En dat die vos, dat was u dan onder andere. Het begint al een beetje grijs te worden. Het beeld wat u nu schetst is eigenlijk precies andersom. Wij werden gedrongen, we hadden eigenlijk niks te vertellen, we moesten het allemaal... Ja, ik ken de heer Klaus niet. En, die indruk maakt u ook helemaal niet op mij, eerlijk gezegd, dat u zich in zo'n hoek laat zetten? Nee, ik laat me niet in een hoek zetten, maar ik ben wel bezig voor de klant. En ik denk dat dat misschien onderschat wordt van mensen die niet in een commerciële organisatie hebben gewerkt. Wij zijn wel van die klant afhankelijk en niet andersom. Als wij het verknallen,
als wij, ik heb ook dingen gehoord dat er onzinnige facturen zijn gestuurd of dat daar geoptimaliseerd wordt op domweg geld opbrengen. Als we echt op zo'n manier zouden werken, dan zouden wij nooit marktleider binnen de overheid kunnen zijn geworden. Dat is onzin. Dan ben je dat optimaliseer je misschien voor een half jaar en daarna is het uit. Dat wil nu niet zeggen dat je alles maar moet laten gebeuren. Dus je krijgt ongetwijfeld een weerstand om te zeggen, jongens, hoe gaan we dat nou doen? In het geval van werk.nl is het zo dat wij van tevoren hadden wij een studie op verzoek van het CWI gemaakt over hoe je dat zou moeten inkleuren en aankaarten. Dat hebben we gedaan, die studie. Daar kwam een bepaald bedrag uit, een bepaalde voorstelling. En dat is teruggepresenteerd aan het CWI. Van, volgens ons zouden we dat, logica-deel, op deze manier moeten inrichten voor deze prijs. En dan krijgt hij dit product. Wat bedoelt u het WeDo-project? Ik weet niet of het WeDo-project heet. Ja, ik zie mijn collega knikken. Ik ga een beetje helpen. De echte details kent hij. Ja, ik weet dat wij weten daarvan. Oké, dat is dan het WeDo-project. En daar kwam een prijsplaatje uit wat niet welgevallig was. Waarop het CWI zei van ja, het moet voor ver minder dan de helft. Waarop wij gezegd hebben, nou daar kunnen we het niet voor doen, punt. En vervolgens zijn wij op time material basis dan ingehuurd om op een ander perspectief... Time material is uurtje factuurtje. Uurtje factuurtje, dus zonder eindverantwoordelijkheid. Alleen op expertise onder regie van het UWV. Om te kijken van nou oké, zij vragen dingen aan ons en wij leveren dingen aan hun. Maar daarmee niet de verantwoordelijkheid hebben meer over dat totale traject. Maar even voor mijn begrippen, want we weten dat het project 15 maanden heeft geduurd in plaats van 6 maanden en 9 miljoen meer, dus 13 in plaats van 4 miljoen heeft gekost. Zegt u nu eigenlijk, dat was ook het bedrag wat wij van tevoren al hadden aangegeven, maar dat stond UWV niet toe, maar toen is het er toch geworden? Of had u, wat was uw inschatting aan het begin dan? Nou, ik heb mijn hele leven met bedragen gewerkt, dus ik herken bedragen die u noemt niet, maar dat zegt niks, omdat er... Net zoveel bedragen zijn als... Dat hebben wij gewoon uitgezocht, dus daar mag ik op vertrouwen. Dat vertrouw ik op. Het bedrag wat mij bijstaat van werk.nl is dat wij dat hadden begroot op 7 miljoen. Waarbij wij uiteindelijk 6,2 miljoen gefactureerd hebben. Dat zijn de getallen die mij bijstaan. En nou ja, dat kan, maar misschien... Mijn geweten zegt ja. Uw geweten? Dat is uw geweten. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dit gaan we even dit niet doen, maar... Wij ondervragen de heer Mentzolides. Ja. Goed. Wat wij hebben vastgesteld is dat er uiteindelijk 13 miljoen... Sorry? Ja, oké. Okay. Er zit ook andere bij. Even naar het resultaat. Wat was het resultaat er uiteindelijk van? Want het resultaat... Heeft het opgeleverd wat het moest opleveren? Bij mijn weten is toen het resultaat geweest dat wij gewoon software hebben opgeleverd die geaudit is, zoals ik net al zei, die functioneel voldeed. En overigens ook nog tegen een prijs, want dat is ook beoordeeld, die marktconform was. En daar is een onderzoeksrapport van een externe organisatie die dat beoordeeld heeft. Welke organisatie was dat? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik kan dat... Nou, dat kunt u ons leveren. Zegt u? Dat kunt u ons desgewenst opleveren. Ja, absoluut. Ja. Ik heb het bij, maar ik denk ik ga al die papieren niet meenemen. Oké. Okay. Er wordt ook wel gesteld dat er een zogeheten asymmetrie is. Klinkt heel chic. In het kennisniveau tussen, in dit geval Logica en UWV. Met andere woorden, u weet veel meer dan zij. Dat wordt door sommigen, bijvoorbeeld ook door de heer Klaus, maar ook door anderen wel gesteld. Ook in zijn algemeenheid. Het kennisniveau bij de overheid eigenlijk te laag is om ook bijvoorbeeld het opdrachtgeverschap goed uit te kunnen voeren. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik kijk er genuanceerder naar. Ik denk dat het kennisniveau bij de overheid niet zo laag is, maar het is niet verdeeld over alle aspecten. Ik vind zelf dat een overheid met name technische kennis voor ICT-gebied niet zelf zou moeten opbouwen. En ik heb me toch elke keer verbaasd als ik bij overheidsorganisatie binnenkwam, de aantal mensen wat de overheid zelf in dienst had of nam, die aan het programmeren waren, aan het testen waren. Allerlei onderdelen waarvan je denkt van, besteed dat toch een hemelsnaam uit aan een bedrijf dat zich daarop specialiseert. Als je kijkt naar opdrachtgeverschap, daar zit natuurlijk wel iets in. Ik denk dat je wel een professioneel opdrachtgeverschap moet hebben op hoog niveau en dat verbetert zich steeds. Dat mensen die gewend zijn met complexe problemen om te gaan, met grootschalige trajecten, die hoge impact hebben in een organisatie, maar ook daarbuiten, dat wel op een gelijkwaardig niveau moet staan. En dat is niet altijd het geval.
Merkt u overigens ook nog iets van invloed vanuit het ministerie waar uiteindelijk het UWV onder valt? Ja, niet zo direct. Maar het is natuurlijk wel zo dat met name voor het financieringsgedeelte er een relatie bestaat. En dat daar iets, een proces gaande is waar wij totaal niet bij betrokken zijn in ieder geval, maar wel de effecten van krijgen. Er zijn mensen die dat een suikeroomconstructie noemen. Misschien heeft u het woord al eens horen vallen de afgelopen weken. Herkent u dat beeld? Nee. Dat eigenlijk wordt daarmee bedoeld, denkt u? Nou ja, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het budget bij het ministerie ligt. Daar zit het geld. En dat, maar u heeft te maken met UWV. UWV. En dat er uiteindelijk toch altijd wel die suikeroom is die bij problemen weer bijspringt. Dat is natuurlijk wel een verschil met het bedrijfsleven. Dat wordt ook nog wel eens aangekaart van wat is er nou het grote verschil. In het bedrijfsleven zijn er geen suikerooms. En daar word je puur afgerekend op aan het eind van de rit je marge. En dan worden dit soort trajecten veel strakker gestuurd. Alle reden dus om ook vanuit de overheid dit soort dingen veel strakker te sturen. Ja, absoluut. Voor alle zekerheid. Absoluut. En dat kan geleerd worden van het bedrijfsleven. Kijk, wij zijn natuurlijk financieel, als je beursgenoteerde onderneming bent, dan zijn de aandeelhouders in feite de eigenaar van het bedrijf. En daar kun je wat van vinden, maar dat betekent dat het een financiële sturing is, punt. En dat zit tot alle haarvaten in bedrijven die beursgenoteerd zijn. Die moeten dat verplichten, omdat dat anders de ondergang van het bedrijf is als je dat niet voor elkaar hebt. Dus daarmee is die financiële sturing veel strakker dan gemiddeld nou bij een overheid die niet slechter is, maar die een andere doelstelling heeft. Maar ook de doelstelling heeft om doelmatig om te gaan. Absoluut. Met belastinggeld. Absoluut. En maar wellicht zou dat een minstens zo scherpe reden moeten zijn om goed op te letten als de aandeelhoudersvergadering. Ja, dat zou je verwachten, maar dat zit natuurlijk niet in de haarvaat van een organisatie en dat moet je dan dus gaan inrichten. En dat is toch een behoorlijk zware job, denk ik. Mevrouw Fokker. Dank u wel. U zei net, als je alles hebt afgevinkt, dan wil dat nog niet zeggen dat het resultaat vervolgens ook goed was. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Dat je als organisatie alles afvinkt, wil nog niet zeggen dat bijvoorbeeld als ik naar werk.nl kijk, dat het resultaat goed was. Want mag ik die zin die u net zei ook eigenlijk toepassen op werk.nl? Was dat ook zo'n soort project, hè, waar alles was afgevinkt van uw kant, maar waar het resultaat niet goed was? Ja, ik kan niet zo goed over mijn collega's beoordelen. Maar wat ik daarmee bedoel is, je werkt niet alleen. We werken met UWV samen, we werken met Oracle samen, we werken met IBM samen. En dat in totaal moet uiteindelijk het resultaat opleveren. En daarmee hoe je dat gaat besturen, is belangrijk voor het resultaat. En ik heb begrepen dat het nu anders is gedaan dan dat het in onze tijd is gedaan, waarbij de verantwoordelijkheid veel meer bij één partij belegd is om al die elementen bij elkaar te krijgen, niet zijn het UWV. En dat is denk ik in mijn beleving een goede verbetering om die resultaten veel strakker onder controle te krijgen. Maar voor ons stuk hebben wij inderdaad de vinkjes gezet en dat is onze verantwoordelijkheid ook. En daarmee hebben wij aan onze verplichting voldaan. Overigens wil het niet zeggen dat wij daarmee dan gemiddeld genomen een klant in de kou laten staan. Want en dat kan ook wel eens een nadeel zijn. Maar wij proberen zoveel mogelijk in die end het resultaat ook te beïnvloeden. Want dat is direct van ons belang voor onze eigen marketing ook. We hebben niet alleen UWV als klant, we hebben honderden overheidsklanten. En als die zien, dat gaat nou wel 3, 4, 5 keer fout, dan de 6e keer krijg ik geen opdracht meer. En dat is dus niet alleen maar liefdewerk, maar ook vanuit commercieel oogpunt hebben wij daar heel veel baat bij om het werkend te krijgen. Over ook de relatie tussen klant en leverancier gaan we het nog hebben eigenlijk te beginnen met de vraag over het naleven van de contracten. Mevrouw Brenslot. U heeft daar zelf ook al iets in het begin over gezegd, dat in contracten zelfs passages stonden van onbeperkte aansprakelijkheid tot in de miljarden. Dat is een persoonlijk irritatiepunt van mij. Maar u heeft dat was wel helder. Ja, dat dacht ik al. U heeft het proces ook in 2010 geëvalueerd en daar kwamen best wel wat pittige inzichten uit. Dat ging over de start van het project, maar het UWV had ook gewild dat Logica duidelijker had moeten aangeven welke resultaten en welk werk daarvoor nodig was. UWV vond dat Logica, dat de complexiteit van het geheel Logica niet zich door had moeten laten verrassen. En
komt zelf ook uit die evaluatie uit dat Logica ervan geleerd heeft dat ze haar rug rechter moest houden naar het UWV toe. Dat was de evaluatie in 2010. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe heeft het UWV gedurende het proces u hierop aangesproken? En u heeft het over het traject werk.nl, denk ik, of in zijn algemeenheid niets meer? Ja, er is natuurlijk... Wiedel. Ja, ik kan me dat niet zo heel erg scherp meer herinneren, maar gemiddeld genomen is het zo dat natuurlijk wij een eigen projectleider hebben en er een projectleider van de UWV-kant is. En die twee projectleiders hebben heel direct met elkaar te maken. En als daar vertragingen zijn of onduidelijkheden in zijn, dan is dat continu een onderwerp van discussie. Als dat niet lukt, dan ga je escaleren. En de UWV kan naar uiteindelijk via Tjerkstra naar de Raad van Bestuur. En intern gaat het precies hetzelfde. Dus het is niet zo dat we niets met elkaar gedeeld hebben. We hebben echt geprobeerd met elkaar wel in die samenwerkingsmodus te blijven. Ja. Maar ging dat dan ook op basis van het contract? Of meer op basis van de relatie? Ja, ik denk op basis van de relatie. Mijn ervaring is, maar ik begrijp dat we daar nog op terugkomen, dat contract in het begin altijd een grote ellende is, vooral het juridische stuk. En naderhand wordt er eigenlijk bijna nooit meer op teruggekomen. Je ziet weinig rechtszaken tussen overheid en bedrijfsleven ontstaan vanuit dit soort zaken. We proberen toch altijd weer uiteindelijk tot elkaar te komen. Hoe oordeelt u daar zelf over, dat dat contract eigenlijk na het begin van het proces op een bureau terechtkomt of in een la terechtkomt? Die mantel bedoelt u? Het zijn twee typen contracten. Hè? Dus je hebt een mantelcontract, dat is natuurlijk het algemene contract. Maar u heeft ook een opdrachtovereenkomst. Daarna ga je werkovereenkomsten krijgen. Ja. En daar was werk.nl. Ik verwijs nu naar de werkovereenkomst. Ja, oké. Okay. Nou, dat vind ik niet erg, want het gaat om... dat contract is niet zo spannend. Het gaat om, wat ik altijd zei, in het begin maak je een plan van aanpak. En daarin bepaal je heel zwart-wit gezien wat er gaat gebeuren interactief met elkaar. En dat is het uitgangspunt in die end voor hoe dat gaat. Als je op een contract gaat sturen, dan... ik heb trajecten meegemaakt waar dat wel gebeurde. Dan gaat het schreeuwend fout. Omdat een contract is een momentopname, wat je denkt dat dat op het moment het is. Maar je moet natuurlijk wel enigszins flexibel blijven om uiteindelijk het resultaat te garanderen wat toch werkt, want dat is het uitgangspunt. En als UWV zich u op dat soort zaken aansprak, dan was het eigenlijk het vervolg daarvan dat een gesprek werd gevoerd en dat naarmate men lager in de organisatie niet uitkwam, escaleerde men langzamerhand naar de Raad van Bestuur. Ja, dat is de manier waarop het gaat. En hoe beoordeelde u de manier waarop het UWV Logica daarop aansprak? Ik denk dat daar niks mis mee was. In die zin dat wij altijd tot voor zover ik weet, want we hebben ook nooit uiteindelijk een directe confrontatie met de UWV gehad, dus dat wij eruit gezet, onze mantels 2 jaar verlengd. We werken dan nog. Dus het is niet zo dat we daar in een soort strijd terecht zijn gekomen. We zijn altijd er wel uitgekomen. En is het UWV daarin ook gewoon maatgevend over hoe andere overheidsonderdelen dat doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk... daar heb ik nog wel over nagedacht. Ik vind heel erg dat dit soort trajecten in organisatorische zin onderschat worden. En cultuurzin. Ik denk dat het ene bedrijf anders qua cultuur georganiseerd is dan een ander bedrijf. Als je naar het ministerie van Defensie kijkt, waar we ook heel veel opdrachten hebben gedaan. Die zijn vanuit hun eigen organisatie heel erg georganiseerd, projectmatig bijna, om hun diensten te ondersteunen. Dus daar gaan sommige projecten makkelijker dan bij andere organisaties waar je daar minder ervaring mee is. Maar wat je daarin ziet is dat, vond u daarin dat het UWV ook wel voldoende handvatten naar u toe had om u echt aan te spreken op het werk wat u afleverde? Dat denk ik wel. Kijk, we moeten bepaalde functionaliteit maken. Die is aan ons voorgeschreven. Wij hadden daar zelf geen zeggenschap over. Wij programmeren dat. En vervolgens moet dat goedgekeurd worden door de klant altijd en eeuwig. Dus dat is niet iets waar veel rek in zit. Wat gebeurde is dat er iets opgeleverd wordt en dan werd gezegd van ja, maar kijk, dat willen we niet. Maar dan zeg je ja, maar dat is wel wat er gevraagd is. Oké, ja, dat is waar. Oké, maar dat willen we niet, dus kan dat nog veranderd worden? Ja, dat kan. Maar goed, dan kost je extra geld. Nou, dan gaan we het veranderen. Ja, maar nu ik dit zie, wil ik toch weer wat anders. En daar zit de uitloop in. Maar hoe kan het dat u iets opleverde wat het UWV niet wilde? Nou, dat komt door voortschrijdend inzicht. Want we hebben opgeleverd wat het UWV wilde. Maar op het moment dat dat het geval was, bleek het weer enigszins anders te zijn dan dat door het UWV zelf bepaald was. Maar hoe ontstaat dat voortschrijdend inzicht?
Ja, dat is een kwestie van als je in dat vak zit. Mensen overschatten zichzelf enorm op het punt dat men denkt dat men weet wat men doet. Van ik snap wel hoe uitkeren werkt, ik snap wel hoe dat ding. En op het moment dat je het serieus gaat beschrijven, een computer heeft een flexibiliteit van nul. Dat moet dus echt 100% duidelijk gedefinieerd worden, anders doet die ding niet wat jij hem vraagt. In de werksfeer vergeten mensen vaak dingen, omdat ze niet zelf beseffen van, oh ja, dat inderdaad, dat doe ik eigenlijk ook nog. Mensen weten dat heel vaak niet. Dat geldt voor in zijn algemeenheid voor beschrijvingen van dit soort dingen. En vergissen zich dan mee de mate van exactheid waarin dit uiteindelijk opgeschreven zou moeten worden. En dat zie je pas als je het gedaan hebt. Dan denk je, oh ja, er zijn ook tegenwoordig nieuwere, modernere ontwikkelmethodes die daaraan tegemoetkomen. Klopt het dat de beschikbaarheid van werk.nl ook een van de criteria was waarop u werd afgerekend? Nee, dat weet ik niet. Of dat een criterium van ons was. Bij mijn weten hebben wij de software moeten opleveren die voldeed aan de specificaties. Ik kan me voorstellen dat de criteria zijn aan hoe het uiteindelijk functioneert. Maar dat kan ik niet exact beantwoorden. Is naar uw mening dan, als je kijkt naar de verwevenheid van de rollen van u, van het IBM, het UWV, als er een probleem optrad, was dan goed te bepalen wie daarvoor verantwoordelijk was? Ja, ik denk het wel. Dat is opvallend, omdat juist ook uit de gesprekken met het UWV, bijvoorbeeld mevrouw Lazaroms hebben we afgelopen maanden gehad, zij zei heel duidelijk, ja, ik kan eigenlijk niet bepalen wie waar de fout maakt. Dus ik kan ook niemand aanspreken op het gebrek dat is ontstaan. Hoe kijkt u tegen haar uitspraak aan? Nou ja, ik denk dat als je op detailniveau kijkt, is het natuurlijk soms lastig omdat het interfereert. Maar heel zwart-wit gezien heb je software. Die draait op hardware, op infrastructuur. Dus dat zijn twee componenten waarin je kunt kijken, nou, het een doet het niet of het andere doet het niet. Vervolgens ga je sleutelen aan die software, omdat er dingen aangepast moeten worden. Dus als dat dan niet goed gaat, dan kan je denken, hé, dan zal dan daar wel aan liggen. Maar vervolgens kun je ook kijken van ja, maar met die nieuwe software die groter is geworden of anders is geworden, past dat nog wel op die bestaande infrastructuur? En dan zou het kunnen zijn dat je hier in de software iets goeds gedaan hebt wat misschien in die omgeving niet werkt en andersom. En dan begint het wat waziger te worden. Maar je kunt wel redelijk scheiden van jongens, de bestaande software die deed het, want anders. Hè? Dus het ligt aan de mutaties daarvan. Of ligt het aan de infrastructuur? Ik weet bijvoorbeeld toevallig bij het UWV is bezuinigd op de infrastructuur, op IBM, waardoor er toch minder goede diensten geleverd worden. Met name om in een heel kort tijdsbestek, moet dat in het weekend gebeuren, al die veranderingen plaats te laten vinden. Dus u, uit uw uitleg maak ik op dat u zegt dat in ieder geval een groot deel van het gevallen of de ontstaande problemen goed te duiden is welke leverancier daarvoor verantwoordelijk is. Dat moet te achterhalen zijn. Ja. Prima. Ja. En u zegt leverancier, maar inclusief de opdrachtgever. Dat is een goede toevoeging. Leverancier, ja. Inclusief de opdrachtgever. Ja, ik wil nog even met u naar de financiële afhandeling van het WeDo-project. Maar daarvoor nog één vraag, als het mag, uit wat u hier zo even zei. U zegt eigenlijk van dat het UWV in dit geval, de mensen bij het UWV, de mensen die met de systemen moesten werken, pas uiteindelijk zagen dat het niet had opgeleverd wat zij eigenlijk dachten. Het klonk mij als er is eigenlijk van tevoren te weinig diep nagedacht over wat we eigenlijk willen. Klopt dat? Ja. En wat heeft u eraan gedaan om hen vooraf daarvoor te waarschuwen? Zoveel mogelijk. In het begin van het traject was het maken van specificaties helemaal gescheiden van het maken van het systeem. En daar hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk te integreren om die brug te sluiten. Maar dat is dus niet gelukt eigenlijk? Nou ja. Nou, blijkbaar niet. Ja. Uiteindelijk was het niet, toch niet wat ze wilden. Ja. Nou, afijn. Ik laat het even. Het wijzigt. Ook gezien de tijd laat ik het daar even bij. Okay. Maar nog even over de financiële afhandeling. Ja. Aan het eind van het project bleek dat er nog een tekort was van 2,2 miljoen. Ja. Dat is uiteindelijk geschikt. Logica heeft 1,6 miljoen betaald gekregen. Wat kunt u ons erover vertellen, over deze tekortkoming blijkbaar in de afhandeling? Ja, dat heb ik nog wel uitgezocht. Ik heb overigens weer andere bedragen, maar ik zeg net, ik hecht nooit zoveel aan de bedragen als ik niet weet hoe het precies opgebouwd is. Wij hebben gewoon de afrekening. Ja, dus, dat maakt niet uit. Waar het om ging is, maar dat zullen we nog wel vermelden. Ja, ik wil het proces uitleggen en daarna kunnen we naar de uitkomst.
een project op time material basis, waar we voor zijn ingehuurd, uurtje betekent uurtje, dat wij per uur worden afgerekend. En wij betalen, wij rekenen geen enkel uur waarom niet gevraagd is. Ik wil dat ook even glashelder hebben, dat er niet een soort optimalisering of iets is van wij gaan allemaal uren schrijven die vervolgens niet betaald worden. Hoe gaat dat proces normaal gesproken in zijn werking? Iemand die werkt voor het UWV, die schrijft 8 uur. Die gaat naar de interne projectleider, die zegt van oh ja, inderdaad, die is 8 uur bezig geweest. En die gaat naar vervolgens de klant en die laat dat 8 uur ook aftekenen. En dat is bij ons een heel scherp proces, omdat wat wij als commercieel bedrijf in ieder geval niet kunnen hebben, is dat daar achteraf een probleem is van ja, maar heeft die man wel 8 uur gewerkt? Is dat nou wel inderdaad 8 uur geweest? Was dat niet 7? Was hij niet op vakantie of whatever? Dus dat is een vrij scherp proces waarin we al heel lang in meedraaien. Dus dat, zo wordt een project afgerekend. Begrijp ik, maar hoe moet iemand bij het UWV vaststellen dat zo iemand daar ook 8 uur aan gewerkt heeft? Nou ja, dat kan hij zelf vaststellen. Naast gezeten, neem ik aan. Hij kan de producten beoordelen. Nou, dat is vaak wel het geval. Vaak zitten mensen op dezelfde afdeling. Okay. Ja, dus dat dus het beste is, een van mijn strevens is altijd om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Dus dat kan. Dat is gebeurd tot op zekere hoogte, ook bij werk.nl. En waar het fout gegaan is in de slotfase. In de slotfase is dat proces op de achtergrond gekomen ten opzichte van de druk die er stond op de oplevering. In die oplevering moest natuurlijk van alles gebeuren. En aan het eind van de rit is dat blijkbaar zo'n hectiek geweest dat men niet goed met elkaar heeft afgestemd wat nou uiteindelijk de gespendeerde uren waren. En daar kwam een factuur uit, en daar verschillende bedragen van, maar daar kwam een factuur uit, u zegt 2,2 miljoen, die niet herkend werd. En dat is dodelijk, voor ons ook natuurlijk. En dat betekent niet dat we niks gedaan hebben, maar dat betekent ook dat we niet kunnen aantoonbaar maken dat het dat bedrag is. Nou, en dat is uiteindelijk vanuit het UWV ook herkend, want anders waren we niet onder schikking gekomen. En hebben we daar een logisch gemiddelde van genomen, wat een uitkomst is geweest, wat door beide partijen, dat herhaal ik nog maar eens, geaccepteerd is. Ja, nou ken ik uw uurtarief natuurlijk niet, maar 2,2 miljoen, stel dat het 10.000 uren is, dan is dat 220 euro per uur. Dat lijkt me wat veel. Dat lijkt me wat veel, ja. Dat is het uurtarief. Ja. Dus het zijn nog meer dan 10.000 uren, misschien wel 20.000 uur. Dat is nogal wat om je daar... Dat zijn, hoeveel manjaren, zomaar 10, 12 manjaren die er extra gewerkt is. Op het hoogtepunt van zo'n traject werken heel veel mensen in zo'n, vooral in zo'n eindfase. Hoeveel? Dus dan kan het heel erg gaan. Werk.nl weet ik dat niet precies, maar bij het WIA weet ik het wel. En er waren de 100 man zo'n beetje bezig vanuit onze kant. Kan dat überhaupt effectief zijn? Als je in een eindfase dat, waar alles kun je wel nog met 100 man daar tegelijk aan werkt? Nee, dat is een vraagteken. Oké, ja. Goed, kunt u nog verklaren waarom u eigenlijk uiteindelijk genoegen hebt genomen met maar 1,6 miljoen in plaats van 2,2? Omdat een klant je hele leven je klant blijft. Zit daar ook niet een risico in dan? Ja. Dat je... Nou, het risico zit er niet in. Kijk, je moet tot een vergelijk komen. Je moet redelijk realistisch blijven. En ik had toen de tijd ongeveer 120 projecten in mijn divisie, waarvan dit er één is. En 100 projecten lopen gewoon wel goed. En daar heb je een redelijke relatie mee. En als je dan verlies leidt, want bij het UWV hebben we echt geen winst gemaakt, dan compenseer je dat met de andere projecten voor de time being en ga je dat daarna in je strategie herstellen door de vervolgopdrachten te doen. Hoe bedoelt u dan, compenseer je dat? Dan reken je daar wat extra? Of, Nee, je behaalt gewoon je marge. Dat zijn niet meer de marges waarmee je begonnen. Dat stem je intern af wat je gaat realiseren. En dan kun je een verlies opvangen. Een bedrijf werkt natuurlijk niet zonder verlies. U zegt dat u geen winst heeft gemaakt. UWV nauwelijks, nee. En toch bent u met het project, heeft u dat helemaal voltooid? Ja, maar dat is ook iets in wat misschien voor outsiders niet helemaal begrijpelijk is. Wij hebben onze verantwoordelijkheid ook te nemen om die klanten te helpen. Ook vanwege het feit dat wij in die overheid onze positie willen behouden. Dus dat doen wij inderdaad. En dan zijn er nog wel andere gevallen voor bij andere klanten waar we nog veel meer geïnvesteerd hebben om uiteindelijk tot een succesvol traject te komen. Dat is het idee. Dus het belang van het behoud van de relatie, de klantrelatie met de overheid, is dan doorslaggevend om een niet winstgevend project te zetten. Ja, daarmee verschillen wij. Ik werk nu in een Amerikaans bedrijf. Daarmee verschillen wij wezenlijk van andere type bedrijven, Europese bedrijven. En dat heeft ook zijn nadeel. Maar het voordeel is, we zijn klantgericht en we blijven bij die klant zolang dat wij kunnen en mogen. Waarbij Amerikaans georiënteerde bedrijven veel sneller de neiging hebben om te zeggen tot hier en niet verder, trekt de stekker eruit.
Want het opvallende was ook, want u heeft het nu inderdaad over de relatie, is dat er in de contracten die u met UWV gesloten heeft, er ook de term strategische relatie komen wij tegen. Ja. Maar hoe werkt deze strategische relatie dan met de overheid? Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Hoe werkt de strategische relatie? Nou ja, wat verstaat u onder die strategische relatie met de overheid? Wat ik eronder versta is dat wij met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur van het UWV goed contact hebben over de aanpak van dit soort trajecten. En meehelpen in het ontwikkelen van hun informatievoorziening. Maar niet alleen voor hun, maar ook voor de ketenpartners. En dat we daar ook aanvullende opdrachten zouden mogen kunnen vervullen. Maar in hoeverre heeft deze strategische relatie dan gewerkt? Als u een traject afsluit, een project afsluit, waar u uiteindelijk geen winst op behaald heeft. De verwachting is dat je daarna uiteindelijk weer vervolgopdrachten gaat doen die wel beter lopen. En waar je als bedrijf ook weer gewoon je geld kunt verdienen. Dat is het uitgangspunt. Dus dat, dat maakt dus dat zo'n strategische relatie, dat ziet erop dat u helpt het UWV met kennis en kunde. Het UWV moet u terug helpen met kennis en kunde. Maar dat is vooral gericht om daarna ook weer... Vanuit onze kant is het gewoon natuurlijk ook uiteindelijk commercieel om bij de klant te blijven, ja. En vereist zo'n strategische relatie ook dat u regelmatig aan tafel van de bestuurders van het UWV ja, zat? Ja, en dat is nog wel eens een uitdaging. Bij David Jonge, om met naam te noemen niet, dat ging perfect. Maar bij de Raad van Bestuur, ik zat toevallig nog met mijn collega te memoreren. Paul Schuit, onze CEO, toen de tijd, en ik kwamen die mantel tekenen. Wij weten dat een directe relatie met de Raad van Bestuur essentieel is voor dit soort grote trajecten. Dus wij hadden gedacht, nou, wij komen elke maand touchbase even langs. Dus een toenmalige... Touchbase? we hadden gedacht op dat moment dat we zo'n afspraak konden maken van, nou, we zien elkaar maandelijks en we stemmen af over hoe het gaat en et cetera, met de heer Lindhorst. En toen wij dat zo'n beetje te sprake brachten, was het eerste antwoord dat wij kregen van, nou, we zien u volgend jaar weer. Oké, dus dat was duidelijk dat het niet de bedoeling was dat wij op die regelmatige basis contact bleven houden met de Raad van Bestuur. En gezien het begin met die twee lijnen, die we toen de tijd nog niet zo erg door hadden, was dat wel essentieel geweest. Want hoe vaak heeft u er uiteindelijk in die jaren gezeten bij de Raad van Bestuur? Bij David Jonger als eindverantwoordelijke regelmatig, zeg elke twee maanden of zo. Bij de rest van de Raad van Bestuur ben ik misschien één keer binnen geweest, twee keer. Eén keer binnen geweest? Bij de totale Raad van Bestuur, ja. Welke conclusie trekt u dan, of ja, wat vindt u dan van het ICT-kennisniveau van de bestuurders die daar zaten? Divers. Dat vraagt om een nadere invulling. Ja. Het zou politicus worden. We hebben het daar niet over programmeertalen, stacks, GPS, runtimes, et cetera. We hebben het over de organisatie, over de veranderingen die er plaats gaan vinden, over de ondersteuning van de ICT die erbij verantwoordelijk is, over bestuurlijke vraagstukken. En dat gaat goed. De inzicht, en dat geldt niet voor de Raad van Bestuur van het UWV alleen, maar van meer bij de overheid betrokken instellingen, in het gevolg van bijvoorbeeld een wet of een politiek standpunt, in wat dat voor gevolgen heeft in de uitvoering bij ICT-projecten, is gering. En dat is dus de ene kant, hè, de gevolgen van een wet en een politiek standpunt. Maar ik meende ook eerder uit uw opmerkingen op te maken dat soms ook de kennis vanuit de organisatie wat een wens met betrekking tot de verandering van het systeem voor gevolgen heeft van de ontwikkeling van het systeem, dat die in ieder geval op lagere niveau ontbrak. Ontbrak die ook op het hogere niveau? De inzicht van oorzaak en het effect op de informatievoorziening, dat is niet, dat ontbreekt. Ja. Ja, nog even naar die relatie. U zegt een strategische relatie uiteindelijk en je wil een langdurige, goede relatie, ja, met de overheid. Maar u, hoewel het geen, hoewel het anders is bij een Amerikaans bedrijf, is Logica natuurlijk ook geen liefdadigheidsinstelling. Dus daar zit een verdienmodel. U wilt uiteindelijk geld verdienen. Ja. Wat is dan het verdienmodel achter die strategische relatie? De verdienmodel is dat je de overheid als uitgangspunt neemt en niet een individueel onderdeel daarvan. En je bestuurt de hele markt aan. En die hele markt is van belang om uiteindelijk je geld te verdienen. En als daar verschillen daar onderling plaatsvinden,
Dat is mijn verantwoordelijkheid. En zit daar een patroon in? Kunt u zeggen van nou kijk, in deze hele portefeuille die we met de overheid hebben, weten we eigenlijk dat we op dit soort projecten, daar gaan we weinig of niets op winnen. En dat soort projecten, dan kunnen we daar kunnen we echt goed geld verdienen. Heel zwart-wit wat is daar globaal de kenmerk? Grote projecten zijn een drama. Er is denk ik een bepaalde maat, en ik heb daar ooit een college over gekregen, maar goed, daar ga ik u niet mee vermoeien. Maar er is een bepaalde maat van complexiteit, dat als je daar overgaat, en men weet niet precies waar die grens ligt, maar als je daar overgaat, dan moet je het systeem of het onderdeel waar je in bent in stukken breken, om dat vervolgens onder controle te krijgen. En daar zit iets in wat per definitie een uitdaging is. En zou u dan ook zeggen dat het uw plicht is om de overheid erop te wijzen dat bepaalde projecten te groot worden? Ja, dat is zeker mijn plicht. Dat is ook uw belang dus eigenlijk. Zegt u? Dat is eigenlijk ook het belang van het bedrijf. Absoluut. Absoluut. 100%. Ja. Maar hoe groot is een groot project? Waaraan meet u dat af? Ja, dat kun je berekenen met functiepunten. Dat kun je berekenen met complexiteit. Je kunt er naar kijken naar bijvoorbeeld bij het UWV. Ik vind het organisatorisch was het complex, omdat het een relatief nieuwe organisatie was. Je kunt ook met nieuwe technieken aan de gang gaan, wat het UWV ook deed. Je kunt kijken naar het aantal mensen wat daarbij betrokken is. Je kunt kijken naar een India-variant die daarbij betrokken is. Dat is ook weer complex. Maar, dus het is best wel... Je krijgt zo'n traject voor je. Je zou dat moeten kunnen beoordelen. Ik begrijp dat er nu intercollegiale toetsing binnen de overheid plaatsvindt. Waarbij je kunt zeggen van jongens, als ik dit nou zo wil... Een ICT-officer had dat ook zoiets. Dan scan je dat en dan kun je een complexiteit bepalen van een project. Een klein project kan best ook nog wel heel erg complex zijn. Maar per definitie is hoe groter, en dan heb je het project tussen de 10 en 100 miljoen, financieel eventjes als maatstaf, hoe grotere kans is dat dat niet helemaal goed gaat aflopen. En u zegt dus grote projecten zijn een drama, maar klopt het ook dat uw verdienmodel beter is bij het beheer van de site dan bij de ontwikkeling? Het beheer van de applicatie bedoel ik, zat even iets beter voor formuleren? In mijn analyses neem ik altijd het totaal. Dus als wij de kans krijgen, dat is niet bij elk project het geval, maar dan doe ik de ontwikkeling en het beheer in één. En dan is het totale verdienmodel is het geheel. Het beheer levert per definitie minder geld op, maar is stabieler en duurt langer. Ik heb een paar vragen die onmiddellijk bij me opkomen als u zegt grote projecten zijn een drama. Dat is bij het bedrijfsleven natuurlijk ook zo. Minder een drama dan bij de overheid en waarom? Het is minder een drama omdat er strakker op gestuurd wordt. Nou krijgen wij de indruk van degene die hier vanuit de overheid komen, ik vat het heel ruw samen hoor, ik doe hen niet helemaal recht, maar wel een klein beetje, dat ze zeggen, joh, zit nou niet steeds in het verleden te vroeten als commissie, het gaat allemaal heus wel wat beter en we letten er beter op. Dat is overigens ook waar. En dat is ook goed, hè? Voortschrijdend inzicht, nieuwe maatregelen, tot je dienst. CIO, al dan niet met enige macht bekleed. Zijn er voldoende garanties dat de grote projecten van nu geen drama worden? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk dat dat nog steeds wel fout zal gaan. Maar je moet ook niet vergeten, en u stipt het is minder interessant, maar er gaan ook heel veel dingen goed. Zeker. Het is wel degelijk voor ons ook interessant. Ja. Maar als wij kijken naar het uiteindelijk toch niet doelmatig besteden van belastinggeld, dan kijken we toch ook naar projecten die niet goed gegaan zijn. Dat lijkt me uitstekend uitgangspunt. Maar u zegt dus met de ontwikkelingen bij de overheid zie ik wel verbeteringen. Absoluut. Maar die tendens om grote projecten tot een drama te laten uitlopen, die is er nog steeds. Ja, die is er nog steeds. Het andere wat u zei is... een klant die hou je hele leven. Ja. Als het goed is tenminste. Nu is een van de rare dingen die wij bij de aanbestedingen tegenkomen, daar gaan we het vandaag ook met anderen nog over hebben, dat vanuit de overheid niet mag worden beoordeeld op hoe er in het verleden gepresteerd is bij de aanbesteding. Dat noemen ze dan past performance. Er zijn een paar mogelijkheden om daar uit te komen. Ik zal die details nu allemaal niet met u doorlopen. Maar omdat u zo stellig zegt, een klant heb je voor altijd en dus wil je er ook wel wat voor doen en ook een veer voor laten in financiële zin. Dat blijkt dan bij die afrekening van dat we-do en überhaupt in de relatie met de klant. Hoe zit dat dan in relatie tot de klacht vanuit de overheid dat ze helemaal geen rekening kunnen houden met hoe er door een bedrijf in het verleden is gepresteerd? Want eigenlijk zegt u, ik kan me niet permitteren om slecht te presteren, terwijl dat uit de aanbestedingsregels niet blijkt.
Nee, dan zouden we aanbestedings... Ik zou voorstander van zijn om dat soort elementen wel mee te nemen in de aanbestedingsregels. Hoe je met dit soort dingen omgaat, wat er gebeurd is. En een andere aanbesteding waar ik dan tegenwoordig in zie, gebeurt dat ook veel meer. Dan heb je site visits, dan komen mensen kijken naar hoe je het gedaan hebt. Dan gaan klanten praten met klanten voordat er een aanbesteding gedaan wordt. Dat zou een aanvulling zijn. Het is meer zo dat de grote bedrijven in Nederland die de overheid voorzien van automatisering, kennis en projecten, die zijn bekend. Al lang en breed. Dus het is misschien wel niet duidelijk in de aanbesteding. Maar men weet hoe een Ordina werkt, men weet hoe een kap werkt, men weet hoe een CGI werkt. En hebben daar ervaringen mee. En dat verschilt. Soms hebben we een lichte voorkeur voor die, soms een lichte voorkeur voor dat. Maar het is niet dat het onbekend is. En met de openbaarheid van de overheid met via de rekenkamer is ook bekend welke trajecten niet gelukt zijn en wie erbij betrokken waren. Goed. Gaan we aan. Nog één vraag die me toch bezighoudt. Kijk, we kunnen over zorgplicht van bedrijven spreken, et cetera. En u heeft gezegd, nou ja, het is ook onze plicht inderdaad om te waarschuwen voor complexiteit, et cetera. Ja. U heeft gezegd, wij zijn WeDo ingegaan met een duidelijke offerte. Dit zou het moeten worden. Ja. Tegelijkertijd zegt u, eigenlijk is voortdurend duidelijk dat de klant niet, de opdrachtgever niet weet wat, UWV, niet weet wat ze precies willen. Als u zo'n traject ingaat, hè, waarbij het uiteindelijk al heel snel uurtje factuurtje wordt, zegt u mij nou eens eerlijk, dan gaan toch de champagneflessen open. Dat is toch over verdienmodel gesproken. Je hebt een klant, die is toch gewoon die helemaal aan je overgeleverd. Zowel wat betreft de uitkomst of wat betreft de financiën. Ja. Het is toch een feest? Ik heb best wel champagne gedronken, maar niet altijd opgeslaagde ICT-projecten. Of, nee, maar dit is aan het begin. Ja, van, joh, we hebben er weer één. Ja, nee, mensen weten niet waar wordt ze gevierd, aan beginnen. De rekening, de financiële toekomst is volkomen een open einde. Ik denk dat we continu onder druk staan om te presteren, om de mensen te leveren, om de kennis te leveren en in die end het product te leveren. En het is niet een ontspannen situatie waarbij wij gezellig uurtje factuurtje declareren en geen verplichting hebben. Ik weet dat hier mensen zijn geweest die vroeger voor mij gewerkt hebben, die op vrijdag aan hernia geopereerd zijn en op zondagmiddag weer aan de slag gingen voor het traject bij het UWV. Dus de power en de energie en de wil om er wat van te maken, die is hoog en groot en niet ontspannen en geld incasserend. Als ik dan terugkijk naar de laatste fase van het werkbedrijf E-diensten, e-dienstenomgeving, toen gaf u zo net aan, we hebben vele tienduizenden uren meer gemaakt. Maar dat moest ook omdat de einddatum vaststond. Op die datum moest er geleverd worden. Heeft u toen de tijd de projectleider of het bestuur van het UWV niet gewaarschuwd? En niet gezegd van ja, maar als u op die datum dit systeem wil laten draaien, dan gaat dat gewoon heel veel extra geld kosten. Dat doen we altijd. Heeft u dat toen ook gedaan? Dat ga ik vanuit. Ik weet dat niet 100%. Ik zeg dit, er zijn veel lagen die bij betrokken zijn. Maar per definitie wordt altijd de datum besproken waarom. Dus de eerste vraag is, waarom moet dat op die datum, et cetera? Omdat dat per definitie al iets is wat gaat schuiven. En waar de druk ontstaat en daardoor ook de kosten ontstaan. En soms is dat een wettelijke invoeringsdatum waar geen ontkomen aan is. Maar en dan gaf moet het zo straks aan dat het totale budget, of in ieder geval wat Logica betaald heeft gekregen, is 6,2 miljoen. Ja. Nou blijkt dat die laatste fase die extra afrekening van 1,6 miljoen erbij zat. Dan houden we even die 6 ton weg die u uiteindelijk zelf heeft ingeleverd. Dat betekent dat het budget in de laatste paar weken eigenlijk 30% over de kop is gegaan. Hoe oordeelt u daarover als het gaat over uw prestatie? Ja, nou, ik vind het niet iets ongewoons. Je maakt een begroting. We hadden toen de tijd een begroting gemaakt op basis van dat vooronderzoek van 7 miljoen. Het is uiteindelijk behoorlijk dicht in de buurt gekomen. En we hebben opgeleverd nog meer functionaliteit dan dat er gevraagd is. Dus als je kijkt naar begin en het eind en hoeveel het gekost heeft en wat wij verwachten dat het ging kosten en opgeleverd hebben, zijn we er keurig binnengebleven. Dat varieert per periode wanneer je bezig bent en dat je aan het eind van de rit meer uitgeeft dan aan het begin, is eigenlijk een onderdeel van projectmanagement wat niet heel apart is. Maar de spanning en de hectiek et cetera kan wel toenemen, waardoor bijvoorbeeld zo'n registratie blijkbaar op de achtergrond gekomen is. Maar het feit dat aan het eind van de rit er meer inspanning verricht wordt dan misschien aan het begin, gebeurt bij meer projecten. Maar dat wil zeggen dat ook als de datum wat verderop was gezet, dat misschien nog het project goedkoper opgeleverd had kunnen worden?
Het punt is altijd dat zo'n datum vaak een uitgangspunt is, net als het geld. En dat veroorzaakt de druk. Dus als er meer geld is of meer tijd is, dan zijn veel projecten komen uit de gevarenzone. Maar dat is nou niet het geval. Ik had over geld nog één aanvullende vraag. U zei een minuut of 20 geleden, als er een conflict was of was gedoe over die rekeningen, zoals in dat geval van dat WeDo-project, we kwamen er altijd wel uit, zei u. Zei u, ik denk dat daar niks mis mee is. Misschien is dat juist precies wat er mis mee is, dat de overheid leveranciers laat wegkomen en er altijd uitkomt met die leveranciers. Nee. Het feit dat we eruit komen is niet gebaseerd op dat we vrienden zijn. Het feit dat we eruit komen is omdat het gewoon een realistisch verhaal is wat beide partijen begrijpen hoe het ontwikkelt en hoe het ontstaan is. En er zit gewoon realisme achter. Wij declareren niks zonder dat we daarvoor gedaan hebben. Punt. Maar de overheid wil ook niet onzinnige vragen stellen die meer kosten dan opgebracht hebben. Ik vraag dat ook omdat we hier meneer Leter hebben gehad, waarmee we hebben gesproken. Die is bedrijfsjurist, of head legal, hij dat dan officieel, hij zit nog hoger, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. En die zei, we zouden veel vaker moeten procederen. En die was ook razend enthousiast over een vonnis dat was gewezen toen ik meen de Hanze Hogeschool wel had geprocedeerd en ook vierkant had gewonnen op onder meer de uitspraak van een van de leveranciers. Ja, wij wisten heus wel dat er veel meer werk, extra werk achteraan zou komen. Maar dat hebben we maar niet verteld. We hebben gewoon een prachtige laag ingeschreven. En deze meneer Leter zei tegen ons, we zouden juist eens wat vaker moeten procederen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou, op zich, kijk, wij zijn als leverancier, hadden wij altijd het standpunt om per definitie niet te procederen. Dat was mijn uitgangspunt. Ik ging nooit niet te procederen. Dat was mijn uitgangspunt ten opzichte van de klant. We hebben zelfs vanwege uw goede relatie met die overheid als geheel. Omdat ik niet geloof dat daar de oplossing plaatsvindt. Wat wel, en misschien doelt u daar ook op, wat wel hulpvol kan zijn, en ik ben voor zich op procederen niet zo bang, want ik denk dat het bedrijfsleven daar ook vrij scherp in kan zitten, betere registraties heeft en wat dat betreft meer advocaten kan inhuren als het zover is. Als we eenmaal die kant op zouden gaan, kan je wel wat maatgeef verwachten. Ik kan me wel voorstellen dat daar een soort jurisprudentie uit ontstaat van een wat scherper incalculeren van ook de verantwoordelijkheid van de leverancier, maar ook die van de opdrachtgever, dat er aan de bepaalde voorwaarden moet voldoen. Omdat je anders, wij worden vaak gedwongen tot dingen waarvan je denkt, ja, die niet zinnig in onze ogen zijn, maar die we wel moeten doen. Nou, die doen we dan en vervolgens blijkt het onzinnig te zijn. Dus daar wil ik ook wel eens een keer een uitspraak over hebben. Kunt u daar tussenin één voorbeeld van geven? Dat u wordt gedwongen door de overheid iets onzinnigs te doen, dat geld kost, waarvan u eigenlijk vindt, ik moet het niet doen, en dat u het toch maar doet? Nou is de term onzinnig wel gelijk een hele grote term, maar als we dat beperken tot het UWV, zijn wij verplicht geweest om via de zogenaamde GPS-stack te werken. Dat is een architectuur die UWV bedacht had, vooraf, die niet in de mantel ter sprake is gekomen. Die kregen wij aangereikt toen wij begonnen. Alle nieuwbouw moest plaatsvinden volgens die architectuur die het UWV bedacht had. Die architectuur was nog nergens in de wereld beproefd. Nergens. Dus die was bedacht door hele slimme mensen met goede bedoelingen. De bedoeling was goed, namelijk dat het herhaalbaar was en toekomstvast, et cetera. Maar de praktijk was dat wij als bedrijf daar heel veel moeite mee hadden om daar in die omgeving die producten te kunnen gaan leveren. Nou, dat hebben we direct aangekaart vanaf dag 1. En ons is letterlijk te verstaan gegeven dat als wij niet aan die eisen van die architectuur wilden voldoen, maar wij wilden met andere talen, bijvoorbeeld van Microsoft aan de gang, dat het contract verscheurd werd. Letterlijke woorden. Ja, nou ja, dan sta je als bedrijf met je rug tegen de muur en dan zeg je, oké, dan gaan we maar kijken hoe we dat dan in die architectuur kunnen gaan bouwen. En op welk niveau werd u dat vanaf het UWV te verstaan gegeven? Vanaf één laag onder de raad van bestuur. En toen ging u niet naar die raad van bestuur toe? Zij zijn jullie knetter geworden? Dat hebben we wel besloten, gedaan. Maar ja, dat was nou eenmaal het beleid van de concerndirectie. Je moet ook voorstellen, het is natuurlijk een nieuwe organisatie die een nieuwe regelgeving en een nieuw platform. Maar dat was bij de meneer Jonker, dat u zich bekloeg? Jongen? Dat was de raad van bestuur, ja. Maar daar ging u naartoe en zei, jongens, dit moeten we niet doen. Meneer Jongen, dit moeten we niet doen. Meneer Tjerkstra is degene waar we het meest mee gespart hebben over de echte inhoudelijke kant. Tegen David Jonge hebben we gezegd, dat moeten we niet doen. In zijn algemeenheid is besloten van laten we nou proberen om dat wel in die architectuur te laten plaatsvinden. Ik geloof dat u de belt nog een vraag had. In de relatie tussen leveranciers en overheid noemde u een serie problemen die kon ontstaan. Die de zaken compliceren en één daarvan
was de India-variant. Kunt u mij vertellen wat de India-variant is en of u die ook toepast? Een opdrachtgever vraagt aan ons om bepaalde software te maken. En die software kan gemaakt worden op verschillende locaties in de wereld. Dat kan je gewoon doen in Nederland. Dat lijkt het makkelijkste. Is ook het makkelijkste. Zelfde cultuur, zelfde taal. Maar is duur. Wat kan je doen in Oost-Europa? Dat is al iets minder duur. Zelfde cultuur, maar dat kun je ook in India doen. En daar kun je het voor echt fundamenteel lagere kosten kun je dat laten uitvoeren. Wat je daarmee krijgt is net bij eigenlijk, u bent bekend in communicatiewereld. Wat je krijgt is hoe groter de afstand is tussen de twee partijen die met elkaar moeten communiceren, hoe moeilijker het wordt. Dus op het moment dat jij... Dat heb je ook vrij dichtbij gezet. Ja, ja, dat is goed. op het moment dat jij in India, wat een fantastisch land is met fantastische mensen die een enorm hoge kwaliteit aan automatiseringskennis ter beschikking hebben, dingen laat programmeren, moet je 100% helder hebben wat je die mensen laat doen. Als je dat niet doet, dan ga je iets anders voor terugkrijgen dan dat wij daar aangeleverd hebben. En dat is een enorme uitdaging. En dat is de India-variant. Dus als je op basis van kosten gaat zeggen, nou, 80% van de ontwikkeling laten wij in India uitvoeren. En daarmee bent u de helft van de kosten misschien wel meer goedkoper uit. Moet je wel gelijk zeker weten dat het proces glashelder is. En we hebben het hier eigenlijk de hele ochtend al over het proces, waarbij het tussen leverancier en opdrachtgever al vrij onduidelijk is. Op locatie. Dus laat staan als je dat in India gaat doen. Maar beheersen Nederlandse bedrijven dan de India-variant? Ik kan het me haast niet voorstellen, daar waar er zoveel misgaat. Hoe simpeler het is, ja. Ik denk dat daar ook daar weer is een groeiende kennis in. Ik denk dat bedrijven het ook wel beheersen voor een deel. Maar ik denk dat je onderschat hoe strak je dat moet aansturen. En wat er bijvoorbeeld vroeger gebeurde en wat nu volgens mij minder gebeurt, is vroeger stonden we onze vragen naar India toe, lieten we programmeren en dan kwamen ze terug. En denk je, oh, dat is niet wat we eigenlijk bedacht hadden. Dat wordt veel meer geïntegreerd, dat daar mensen vanuit, in dit geval Nederland, naar India gaan, om daar de brug te vervullen om het uiteindelijk uit te laten voeren. En dat wordt, die variant werkt veel beter. Maar als u zegt dat 80% wel ontwikkeld kan worden in India, ja. Hoeveel geld is er dan van het UWV bij u terechtgekomen en uiteindelijk in India terechtgekomen? Oeh, dat kan ik u niet zeggen. Is dat veel? De helft? Nee, dat is niet zoveel geweest, want we hebben voor het UWV niet zoveel in India laten uitvoeren. Maar in verhoudingen? 80% dan? Ik weet het niet. Geen 80%. Mevrouw Bruinslot, voor de afronding. Ja, voorzitter, we hebben een boel teruggekeken op dit moment, maar natuurlijk willen we u ook de vraag neerleggen. Wat is de belangrijkste weg om meer grip te krijgen op ICT bij de overheid? Welke suggesties wilt u aan ons doen? Ik denk dat, dat soms zit er een stukje wantrouwen tussen het bedrijfsleven en de overheid. Ik denk dat je veel meer moet samenwerken, al helemaal in het begin van wat je wilt. In plaats van een hele strakke scheiding te willen creëren waarbij je zegt van dit wil ik en zo moet je het doen. Integreer en leg elkaar niet te veel regels op en richt je veel meer op het wat je wilt bereiken, in plaats op het hoe. Laat nou die kennis over het hoe bij degene die daar verantwoordelijk voor zijn. En maak het bedrijfsleven veel meer verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor het resultaat. Dus ga veel meer op resultaatverplichtingen sturen, in plaats van op time material basis en voor grote projecten. In plaats op time material basis, daar zou denk ik grote winst behaald kunnen worden. U heeft eerder in het gesprek ook enkele opmerkingen gemaakt over de invloed van wetgeving en regelgeving op de ontwikkeling van ICT-projecten. Wat vindt u van de rol van de Tweede Kamer bij ICT-projecten? Nou, dat is voor mij de eerste keer dat ik daarmee te maken krijg op deze manier. Ik denk dat een coördinerende rol en een bepalende rol, ik denk dat een deel van de problematiek veroorzaakt wordt door politiek. Doordat politiek een drijver is om hier zaken te gaan realiseren. En de Tweede Kamer is denk ik heel goed als die zich realiseren wat het effect van politiek is op bedrijfsvoering. Dus wat dat betreft juich ik dat toe. Ja. Er zijn een boel onderwerpen ter sprake gekomen. Zijn er bepaalde zaken die u nog wel naar voren had willen brengen? Want dan wil ik u graag daar nu nog de gelegenheid voor geven. Oké. Ja, er zijn heel veel dingen die
in mijn hoofd spelen. Maar een van de dingen, want u noemde bijvoorbeeld ook van ja, in de mantel worden een aantal vragen gesteld. Maar bijvoorbeeld niet over het verleden van een bedrijf of wat je fout gedaan hebt. Wat mij ook opvalt is dat in gemiddelde aanbesteding nooit gevraagd wordt over hoe we samenwerken met elkaar. Hoe het bedrijf aankijkt tegen samenwerking met concurrenten. Wij worden vaak verplicht om met de leverancier samen te werken die de klant bepaald heeft. Terwijl als je naar dat verleden ook eens zou kijken, dat zou ook helpen. Met sommige concurrenten werken wij uitstekend samen, maar met sommige concurrenten is het zoeken. En in die samenwerkingsverband, dat zou ook denk ik een hele nuttige element zijn om daar eens naar te gaan kijken. Van, jongens, zullen we daar ook namen bij noemen? Ja, met Capgemini kunnen we uitstekend samenwerken, met Ordina ook. En met wie wat minder? IBM is wat lastiger. Waarom? Ik denk dat ze Amerikaans gestuurd zijn, in the end, en behoorlijk legal, juridisch gericht. Dat is wat wij ook eerder in gesprek hebben gehoord, dat IBM niet het gesprek aangaat, maar eerst een juridische brief stuurt. Ja, ik heb daar van alles mee meegemaakt, ja. Kunt u daar een voorbeeld van noemen, om het voor ons iets inzichtelijker te maken? Over IBM? Ja, inderdaad. U zegt van alles meegemaakt, een ongelukkig huwelijk dus. Maar kunt u een voorbeeld Ja, doen? Ik vind het niet de plek om nou een concurrent daar wat van te vinden. Als het belangrijk is voor de overheid, wie is prime en wie is sub? Dus wie is, als je een bedrijf de opdracht geeft, in dit geval IBM, zegt van jij bent verantwoordelijk voor het hele gebeuren en wij leveren aan IBM, dan moet ik met IBM eruit zien te komen hoe wij samenwerken. Maar dan is die klant een beetje voor ons wat verder vandaan. En dat is een goede relatie. Op het moment dat dat naast elkaar staat en we beide met die klant moeten gaan samenwerken, zoals bij het UWV het geval was, want UWV deed de regie en die partijen moesten maar zien dat ze met elkaar een klein beetje door hun bocht konden gaan. En dan wordt het lastig. En dat is natuurlijk, IBM is een ander type bedrijf, een andere cultuur, et cetera. Minder toentertijd op de overheid gericht dan nu misschien. Wij zaten al 30 jaar in die overheid, dus je hebt daar dan veel meer een binding mee en kennis van. Dus dat bijt elkaar nog wel eens. Maar als je die regievoering verandert, dan kunnen wij ook met IBM samenwerken. En kan ik hieruit opmaken dat u zegt, is dat op het moment dat er een probleem ontstaat, en ik sta op gelijk niveau als bedrijf met IBM, dan ontstaat er een strijd van wie is eigenlijk dit probleem? Ja, tuurlijk. Ja. En dat leidt tot de uitwisseling van juridische brieven? Kan, ja. En dat is ook wel eens gebeurd? Niet bij UWV staat mij, is mij dat bekend, maar in andere, bij andere opdrachten wel, ja. Wij danken u zeer voor de gegeven antwoorden. En we zijn een beetje uitgelopen, maar dat gaan we niet van invloed doen zijn op ons volgende gesprek. Dus ik schors de vergadering tot 11:30.